De projectieverhouding, ook wel throw ratio genoemd, die vertelt iets over de afstand tussen de beamer en het projectiescherm. Dus moet de beamer voor de bank, precies op de plek van de bank, of moet die achter de bank komen te staan om precies de juiste grootte te projecteren wat past op het projectiescherm. Elke beamer heeft zijn eigen specifieke waarde tussen de 0 en de 3, wat dus de projectieverhouding weergeeft. Nou, kies je nou een beamer met een projectieverhouding van 1,5, dan betekent het dat de beamer 1,5 meter van het scherm moet komen te staan als je een beeld van 1 meter breed wilt hebben. En wil je nou een beeld van 2 meter breed, een verdubbeling, dan betekent dus ook dat de beamer 2 keer zo ver van het scherm moet komen te staan, in dit geval 3 meter. En voor elke meter dat je je beeld breder wilt hebben, moet de beamer dus ook 1,5 meter verder van het scherm komen te staan. De kans bestaat dan ook op een gegeven moment dat je tegen de achtermuur komt. Of dat de beamer precies op de plek moet komen te staan als waar de bank al staat. Nou, heeft je beamer nou keystone correctie, dan kun je de beamer ook naast de bank plaatsen en softwarematig kun je hem dan corrigeren. Of, ja, je zult een beamer moeten kiezen met een andere projectieverhouding. Om dus te voorkomen dat jouw beamer precies op de plek van de bank moet komen te staan, is het verstandig om uit te rekenen wat de ideale projectieverhouding is voor jouw ruimte. Ga dan als volgt te werk. Bepaal waar je de beamer wil plaatsen of ophangen. Meet dan vervolgens de afstand tussen de beamer en het projectiescherm of de muur waar je het op wil projecteren. Meet dan hoe breed het projectiescherm is of hoe breed je het beeld wilt hebben op de muur. En reken dan dit uit voor jouw ideale projectieverhouding. Ga vervolgens naar onze website en filter dan op de categorie waar deze in valt. Ook zijn er beamers met twee projectieverhoudingen, dus twee waardes. En dat zijn beamers die hebben een zoomfunctie. Dat betekent dat ik de beamer hier kan plaatsen voor de gewenste grootte, maar ook iets verder ervan af en alles ertussenin om precies dezelfde grootte te krijgen op het scherm. Overigens, als we het hebben over projectieverhouding, dan kun je ook termen tegenkomen als normal throw, short throw of ultra short throw. Nou, dit zijn drie categorieën die eigenlijk ook weergeven hoe ver de beamer van het scherm moet komen te staan. Dus bijvoorbeeld normal throw redelijk ver weg, short throw redelijk dichtbij en ultra short throw heel dichtbij het projectiescherm. Nou, die categoriewaardes die verschillen per merk en daarom hebben wij gewoon vier categorieën gemaakt op basis van de projectieverhouding. Samengevat, houd dus rekening met de projectieverhouding om te kunnen bepalen op welke afstand de beamer moet komen te staan.